Even snel de pols en elleboog samentrekken. En we hebben een nieuw gewricht, de polleboog. Ja, nou ja. <laughs> Zo hebben we natuurlijk gewoon weer. Uh, die houden we er gewoon in. Nieuwe terminologieën. Dat, uh, misschien uh, krijgen we daar nog een beetje. Uh, credits. Yeah, precies. Ja, precies. Dit is de Metabol Gezond Podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast, waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook onder Metabol Gezond en op Instagram onder Metabolen Reset Methode. De podcast kun je terugvinden op Spotify, Soundcloud en de Apple Podcast App, allen onder Metabol Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabol Gezond. Naast de podcast hebben wij ook een online programma ontwikkeld waarin mensen in tien weken tijd de kennis en vaardigheden aangereikt krijgen om hun gezondheid te verbeteren. Met deze kennis en vaardigheden kun jij chronische of steeds terugkerende klachten, zoals nek- en rugklachten, vermoeidheid en blessures, oplossen, maar zeker ook voorkomen dat je ze in de toekomst gaat krijgen. Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd geraakt of heb jij chronische klachten? Neem dan eens een kijkje op www.metabolgezond.nl en neem contact met ons op. Misschien zien we je terug in ons programma. Eén goedemiddag. Goedemiddag of goedemorgen of goede avond, al nagelang wanneer je naar deze podcast luistert. Ja, en uh, voor de luisteraars, welkom weer bij een, uh, bij een nieuwe aflevering. Ja. En uh, wij hebben eigenlijk uit uh, de podcast Wandelgangen vernomen. Dat de mensen het erg uh, leuk vinden als we het hebben over uh, specifieke een aandoening of een specifieke klacht. en daar eigenlijk uh, wat meer over vertellen. Dus ik ga het vandaag hebben over de tenniselboog. Ja, iets wat uh, zeker niet altijd met, uh, met tennis te maken heeft. maar wat wel veel voorkomt in de praktijk. Meestal niet. Meestal is het een uh, overbelasting. Ja. Nou ja, daar kunnen we, al, uh, kunnen we al van alles over vertellen over een, uh, over een overbelasting. Het is in ieder geval een ontsteking. Ja. Ja, en wat ik. Uh, nou, mensen die met een elleboog bij mij in de praktijk komen, die, uh, die, die gaan toch ook heel erg zoeken. Vaak omdat ze ook in die richting al een beetje ge, geduwd zijn of zo. Van uh, je hebt te veel gedaan. Je hebt te veel belasting gehad op, uh, op, die, op die arm. Eigenlijk om specifiek te zijn op de spieren die uh, de, pollenbo de pollenboog. <laughs> de elleboog en de pols strekken. Correct. En. Um, daar zijn ze heel erg naar op zoek, maar ik leg ze dan ook uit van het heeft natuurlijk met. Ja. Dat was gewoon even grappig, natuurlijk. Even snel de polsen en elleboog samentrekken en we hebben een nieuw gevricht, de polleboog. Ja, nou ja. <laughs> Zo hebben we natuurlijk gewoon weer. Nou, die houden we er gewoon in. Nieuwe terminologie terminologieën, misschien krijgen we daar nog een beetje. Credits. Ja, precies. Ja. Nee, en. Um, ik leg ze dan vaak uit dat uh, het verhaal toch vaak ook wat genuanceerder ligt. En als je uh, een bepaalde belasting doet, een, een spiergroep, in dit geval de strekkers, die zijn uh, belastbaar tot een bepaalde belasting. En als je daar natuurlijk overheen gaat, belast je dat over en doe je dat structureel, dan, uh, ja, dan gaat het lichaam wel signalen geven van, uh, dat het daar niet happy mee is. En dan kun je daar uh, klachten van krijgen. Mhm. Mm maar het kan natuurlijk aan de andere kant ook zijn dat dezelfde belasting, en dat hoor ik dan dus vaak terug, leidt bij een verlaagde belastbaarheid tot een overbelasting. Want als je dan aan die mensen vraagt van, ja, heb je eigenlijk de afgelopen maanden, jaar een andere belasting op die elleboog gezet dan voorheen, dan is heel vaak het antwoord nee. Nee, dan nee, nou, wat je heel vaak hoort is dat mensen inderdaad zeggen. Uh, dat, dat iemand ze in de richting van een overbelasting heeft uh, ja, geduwd, zeg maar, met het verhaal. Ja. En, en op zich klopt dat, uh, maar ik, ik leg ook altijd uit in, in de praktijk wat jij net al zegt. Um, overbelasting is altijd een vraag van belasting en belastbaarheid. En als de belasting niet veranderd is, dan moet je belastbaarheid veranderd zijn. Ja. En dat betekent uh, dat je een uh, ontstekingsreactie krijgt op een, uh, op een PACE peesspierovergang of uh, pees botovergang. Mm -hmm. En uh, die is te klassificeren in uh, ja. een aantal graden. Maar ja. dan uh, moet ik heel ver graven, want dan hebben we het over fysiotherapeutische diagnose. Ja, dat gaat zelfs nog over uh, specifiek welke van de strekkers. Want er zijn er meerdere. Er zijn er die lopen tot in de vingers. Er zijn er die lopen tot net over het polsgewricht. Uh, welke dan betrokken zijn? Er zijn geloof ik verschillende gradaties voor. Maar is misschien voor uh, het verhaal wat wij vandaag willen doen minder relevant. Dat is denk ik minder relevant. Ja. Nou en als als fysiotherapeut uh, vond ik dat wel een lastige klacht, want mensen hebben vaak pijn, dus het is heel moeilijk om daar iets te doen. Op die elleboogje gaat. Mm -hmm. Ik zie vaak dat mensen oefeningen krijgen om die spieren te rekken. Om de spanning ervan af te krijgen. En oefeningen om de spierkracht te versterken. Ja, precies. En uh, nou ja, dat, dat leidt dan dus, nou ja, zeker niet in alle gevallen tot een, uh, tot een verbetering. En misschien en dan... is dat een indicatie dat het niet alleen een lokaal probleem is. Precies. precies. En dan hebben wij vanuit onze, nou in ieder geval ook de osteoptie achtergrond, dat we al in uh, zogenaamde. Ketens denken. En dus dat er ook andere uh, spiergroepen zijn die vanaf de nek-schouderregio uh, al starten, die eigenlijk als, ik leg dat altijd uit, als, als dakpannen over elkaar liggen. Ja. Dus als er van de nek uit ...al spanning ontstaat, dan wordt er ook getrokken aan schouderspieren en dan wordt vervolgens weer getrokken aan uh, bovenarm- en, en elleboogspieren. Ja, nou ja, als fysiotherapeut kijk je natuurlijk wel ook naar aangrenzende gewrichten. Dus, ja. dus, dus als je als fysiotherapeut uh, met, een, met een elleboogklacht te maken krijgt. Dan, dan kijk je natuurlijk ook gewoon naar het pols en naar het schoudergevricht. Maar waar, vanuit de osteopathie kijken we natuurlijk niet alleen naar, naar die ketens. We kijken natuurlijk ook naar ketens vanuit het orgaansysteem, die, die mogelijkerwijs een rol kunnen spelen in het ontstaan of in stand houden van zo'n zo tennisarmklacht. Ja. Ik vind het wel trouwens een, een mooi woord uh, tegenwoordig. Dat is dan klachten aan arm, nek en schouder. Ja, dat ja, is ook al interessant. Dat is een kans. Om... Dat is een kans. <coughs> ja. Nou ja, ik heb, dat, ik heb recent uh, toevallig die richtlijn ook doorgelezen. Ja. En dan zie je dat het ook heel erg lastig is om, uh, om er een specifieke verklaring voor te vinden. Want dat beschrijven ze ook niet in die richtlijn. Overigens, is het de richtlijn uh, die fysiotherapeuten hanteren. Mm -hmm. um, omdat ze dus eigenlijk indirect volgens mij dan ook al bemerkt hebben. dat het aanpakken van de klacht zelf nou ja, niet de oplossing in de meeste gevallen is. En dan zeggen ze ook van ja, het is van andere factoren afhankelijk. Nou ja, dat, dat denken wij uh, natuurlijk ook vanuit onze uh, uh, opleiding en achtergrond. Ja. Nou ja, ik had uh, toevallig uh, deze week uh, iemand uh, in de praktijk uh, met een tennisarmklacht. En op basis van uh, het bewegingsonderzoek, uh, spierkrachttest, uh, mobiliteit van de elleboog, konden we eigenlijk wel uh, concluderen dat hier sprake was van een echte tennisarm. In ieder geval een lokaal ontstekingsproces. En um, er was wat bewegingsbeperking op de pols. Um, er was niet echt een bewegingsbeperking in de buiging van de arm, maar wel in de strekking van de arm. Mm -hmm. En um, nou ja, goed, als je dan gaat kijken naar, uh, naar wat zijn er dan andere factoren die niet in het bewegingsapparaat liggen, die wel impact hebben op zo'n tennisarm, kwam ik eigenlijk uit op een bewegingsbeperking uh, van de dunne darm aan dezelfde kant. En je ziet dan, als je die dunne darm kunt behandelen, dat daarna die polsbewegelijkheid een stuk verbetert. En daarmee ook de strekking van de elleboog een stuk verbeterde. Maar daarmee hebben we het lokale ontstekingsproces natuurlijk nog niet, uh, niet behandeld. Uh, nee, en de vraag is dan ook inderdaad waarom... Uh, en wat zijn er hier de belemmerende factoren die dat uh, herstel van die ontsteking misschien überhaupt niet laten gebeuren? Ja. Los van het feit dat er een... Dunne darm, bewegingsbeperking, onderliggend zit die. Nou daar zitten vaak meerdere factoren in, uh, in het verhaal. Nou ja, goed, die dunne darm speelt natuurlijk een rol uh, in, uh, in de opname van uh, de stoffen die je in je twaalfvingerige darm met, met behulp van de lokale enzymen hebt kunnen splitsen. En dan hebben we het over aminozuren, um, um, vetten. Um, dus, dus de eiwitten worden gesplitst in aminozuren, zodat ze kunnen opnemen. Uh, Vetten worden geëmulgeerd in, uh, in kleinere bolletjes, zeg maar, zodat we die ook door onze darmhand kunnen opnemen. Maar die spijsvertering begint natuurlijk in de mond en volgens de maag. Dus als er in de maag al iets niet goed gaat, um, ja, dan heeft dat consequenties uh, voor, voor de, het verdere verloop van je spijsverteringssysteem. Mm. Dat haalt de rest van je spijsverteringssysteem namelijk niet <tus> meer in. Nou ja, en een van de dingen die daar er, erg belangrijk in zijn, is natuurlijk de productie van maagzuur. En uh, nou ja, daar ben jij. Uh, in? Precies. Ja, um, je ja, wil zeggen in dit geval uh, waarschijnlijk ook niet voldoende productie van maagzuur. Tenminste, dat is vaak. Dat is uh, wat achter ik achter in, in dit geval eigenlijk vermoedde. Ja. ja. Um, en dan kom je op een hele andere interventie uit. Nou ja, dan is het natuurlijk zo dat ik in de behandeling als osteopaat uh, en als fysiotherapeut met bezig met de beweeglijkheid van die organen in combinatie met, uh, met de beweeglijkheid van de gewrichten die, uh, die een rol hierin spelen. Maar daarnaast, uh, vanuit uh, de klinische psychoneuroimmunologie kijken we natuurlijk een stukje verder naar van waarom heeft iemand überhaupt zo'n ontstekingsreactie. En iedere ontstekingsreactie die hoort een einde te hebben. En de vraag is: waarom blijft deze voortbestaan? Ja, Grappig dat je dat. Uh, ik, ik moet in één keer aan denken dat er hier ook nog een verband zit. Want een van de factoren, misschien wel de belangrijkste uh, factor die ervoor zorgt dat lokaal in weefsel de ontstekingsreactie ook beëindigd wordt, zijn de omega 3 vetzuren. Mm -hmm. Maar die omega 3 vetzuren spelen natuurlijk ook een belangrijke rol in uh, de juiste balans en zuurtegraad in de maag. Dus dat zou op, op ja, vanuit twee wegen al een, een, een teken kunnen zijn. dat deze tennenselleboog bijvoorbeeld ontstaan is. bij diegene die jij deze week zag. Nou ja, degene die ik deze week zag. die heeft uh, in ieder geval uh, een goede intake van omega-3-vetzuren. Oké. Okay. Dus, dus eigenlijk kunnen we dat afstrepen als, uh, ja. als, een, als een oorzaak in dit uh, geval. Ja, ja wel, maar wel interessant ook voor de mensen die luisteren. dat dus uh, het niet genoeg binnenkrijgen. voldoende binnenkrijgen van omega-3-vetzuren. Uh, bijvoorbeeld een tennenselleboog. Uh, zou kunnen geven. Is natuurlijk ook afhankelijk van uh, of je die elleboog aanspreekt in zijn functie of niet. Want een, een ander krijgt een andere klacht. Maar. Nou ja, de, de, bij, bij ieder lokaal ontstekingsproces is het natuurlijk zo dat er celwandstructuren kapot gaan. En in die celwandstructuren horen de omega-3 vetzuren EPA en DHA uh, te zitten, die ervoor zorgen dat de celwand flexibel en, uh, en elastisch is. Daarnaast uh, komt Argidonzuur uh, als uh, omega-6-vetzuur voor in die, uh, in die celwand. En het vrijkomen van uh, het arachidonzuur, dus de omega-6 in dit geval, zorgt voor de ontstekingsreactie. En het vrijkomen van de EPA en DHA bij celwondschade uh, zorgt ervoor dat die ontsteking ook weer uitgezet kan worden. Dat is het begin van het einde van de ontstekingsreactie. Dat noemen we de eicosanoïden switch. Ja. Maar dan moet je wel voldoende omega-3 eh, eten in je, in je voedingspatroon. En het huidige probleem is natuurlijk dat we enorm veel mensen hebben die eh, voldoende omega-6 vetzuren binnenkrijgen. Maar eigenlijk veel te weinig omega-3 vetzuren om die verhouding goed te laten zijn. Ja, het was een van de eerste boeken waarvan ik nu bedenk dat ik die las die misschien wel heel veel carpiniën bevatte. Dat was je brein als medicijn. Mm -hmm. Daar werd al heel veel aandacht besteed aan de balans tussen omega-3 en omega-6. En ik meen dat daar al werd gezegd dat dat in de verhouding daartussen lag. In intake, in het voordeel natuurlijk van omega-6 dan. Maar ik meen dat de verhouding al 1 op 20 of meer was. Nou ja, de verhouding zou idealerwijs 1 staat op 1 zijn. En we zijn in het westen, in de westers geïndustrialiseerde maatschappij al blij als de verhouding 1 staat op 5. Dus 1 omega-3. Tot 5 omega 6. En de werkelijkheid is dat bij heel veel mensen de verhouding 1 staat op 20, 1 staat op 25 is inderdaad. En dat betekent dat je een veel grotere, ja. je hebt een overschot aan ontstekingsbevorderende omega 6 vetzuren. Ja. In vergelijking met de ontstekingsremmende omega 3 vetzuren. Ja. ja. Nou, en dan hebben we het alleen nog maar gehad over lokale factoren die bij de cellen die stuk gaan eigenlijk aanwezig moeten zijn. Ja, nou ja, en een tweede punt uh, wat je zou kunnen opbrengen is dat het immuunsysteem niet altijd overal tegelijk uh, kan zijn. Ja. En dan is een vierkante centimeter peesontsteking in je elleboog misschien minder relevant als er ergens anders een groter uh, slagveld is, uh, om het maar zo te zeggen. Ja, het klassieke uh, voorbeeld wat volgens mij als gegeven hebben is dat, uh, dat onze darm uh, enkele voetbalvelden kan Beslaan in, als, in oppervlakte aan weefsel. Als je dat uit zou spreiden. Ja. Ja. Als daar een ontstekingsreactie aan de gang is, dan zal het lichaam daar eerst uh, in actie gaan en dan zal die elleboog toch een beetje verwaarloosd worden. En bovendien is het zo dat uh, ja, de darmwand is natuurlijk uh, ja, in het Engels gezegd een port of entry. Daar mm. kunnen allerlei uh, verschillende zaken binnenkomen die je niet binnen wil hebben. En dat is misschien uh, in, de, in de prioriteit uh, van het immuunsysteem. Belangrijker als, als de ontsteking aan je tennisarm, zeg maar. Ja. Maar goed, ook, de, ook daar zit je dus weer met de kwaliteit van, van ja, die barrière. Ja. Ja, en, en als we het dan over barrières en functie hebben... dan komen we misschien wel uh, terug op... We zeiden <laughs> straks al, hè? Bedoel, dan komen we, zoals jij mooi zegt, op de moeder uh, van, van, van alle aandoeningen. aandoeningen. En dan, ja. dan hebben we het over stress. Want dan, um, stress is natuurlijk een, een situatie waarin het normaal is... Dat deze barrières zich gaan openen om zodoende voldoende voedingsstoffen om de stressreactie te kunnen doen en te overleven, om ja. die mogelijk te maken. Ja, dat klopt. En dan, dan hebben we twee hormonen die worden geproduceerd in de stressreactie. Dat is, of nou ja, dat is noradrenaline, adrenaline en, en cortisol. Ja, dus neurotransmitters en hormonen. Ja. En, en cortisol speelt dan weer een belangrijke rol in het juist ook weer remmen. Van en moduleren van ontstekingsreacties in het lichaam. Nou ja, cortisol zorgt er natuurlijk voor dat, uh, dat het immuunsysteem vanuit uh, rusttoestand uh, naar uh, de, de boulevard wordt uh, gebracht, zeg maar, zoals we dat noemen. En dat betekent uh, dat, uh, dat het immuunsysteem al in de bloedbaan is. En uh, één keer in de bloedbaan kan het dus naar de battlefield. En de battlefield is, de, ja, is het slagveld. Weefsel. En dat is het weefsel waar natuurlijk een ontsteking plaatsvindt. En cortisol is dus een zeer belangrijk hormoon in de functie van ons immuunsysteem. Alleen als je gewend bent om veel cortisol te produceren, dan ben je minder gevoelig geworden voor dat hormoon cortisol. Waardoor de functie van cortisol minder goed uitgevoerd wordt. Waardoor het immuunsysteem misschien niet volledig uit de barakken komt, zoals we dat dan noemen. Dus uit ja. de slaaptoestand naar de boulevard, de bloedbaan. En, en dan, dan is het dus lastig uh, om lokaal een, een ontsteking tot stilstand uh, te brengen. Ja. ja, en heel veel mensen die met een, om even terug te gaan naar de, de tenniselleboog lopen. en die daar chronisch last van hebben. die krijgen in eerste instantie vaak ook geadviseerd. Hè, als het herstel te lang duurt, dus het wijkt af van een normaal herstel. dan krijgen ze een ontstekingsremmende interventie. Mm -hmm. misschien in de vorm van uh, ibuprofen. Ik weet eigenlijk niet. Ik heb wel ooit. Of zelfs lokaal een ja, ingespoten injectie. injectie. Een injectie met corticosteroïden. Wat ja. in feite cortisol is. Precies. Nou ja, als wij al weten dat er op de achtergrond er een mechanisme aan de gang is. Wat ervoor zorgt dat die cortisol niet werkt. Dan kun je al afvragen of dit soort interventies. Die eigenlijk hetzelfde mechanisme ook. Het enige voordeel van gaan. een injectie is dat het echt. Zuiver lokaal is. En. Uh, ja, er zit een soort uh, postcode bij, uh, zeg maar, zodat de brievenbus uh, ja. goed gevonden kan worden. Dat is, dat is het enige. Het is, nou, is echt wel een voordeel van een injectie. Ja, dus als die injectie goed werkt. dan weet je eigenlijk ook het mechanisme wat in het lichaam lakt aan een goede functie. Precies. Maar wat nou als een injectie niet werkt? Wat, wat is jouw eerste gedachte dan of wanneer een ontstekingsremmer eigenlijk weinig tot geen impact heeft op, het, uh, op de klacht? Um, nou ja, als, als we dat uitsplitsen in, uh, in een injectie... Uh, mijn ervaring is dat een injectie altijd uh, wel een, een effect heeft. En wat je eigenlijk wil, is dat het effect is dat het probleem opgelost wordt. Nou, dan zijn er allerlei redenen waarom bijvoorbeeld zo'n tennisarm... kortdurend verbeterd wordt uh, door die lokale corticosteroïde-injectie... Um, maar de vraag is dan natuurlijk: van oké, okay, als die dan is uitgewerkt, waarom komt het probleem dan terug? Waarom, waarom zit je dan lokaal nog altijd met een ontstekingsreactie? En uh, nou ja, dat, dat kan dus liggen in het feit dat je minder gevoelig bent voor cortisol. Overigens gaat dat dan vaak ook nog gepaard met andere uh, symptomen. Mm -hmm. En uh, een van de symptomen die ik altijd het, uh, het makkelijkste vind om te vertellen is dat als je cortisol-huishouding niet optimaal functioneert. Dan wordt je smores moeilijk pakker. Dan, dan heb je de ogen open, maar het duurt een half uurtje of een uur voordat je lichaam ook mee is. Zeg maar. en, en voor heel veel mensen is dat heel herkenbaar. Dus dat is een indicatie dat het aan die cortisolhouding ligt. En een lokale ontstekingsreactieremmer, zoals bijvoorbeeld ibuprofen, dat werkt natuurlijk via een andere weg. Ja. En die werkt via het remmen van een, van een enzym. En uh, dat een enzym heet cyclooxygenase, dat is het Cox-2-enzym. En in feite doet ibuprofen dus hetzelfde als eh, EPA en DHA. En dat betekent, als je ibuprofen-inname werkt voor je ontsteking, dat je misschien mag denken: van oké, okay, misschien heb ik lokaal te weinig EPA en DHA aanwezig. Ja, ja en ik, ik zat zelf, ja, bedoel, dat is, dat is een, een, goede, een goede verklaring. Maar wat nou, daar was ik over aan het denken. Als je nu drie maanden dat hebt. Een ontsteking. Ja, of in ieder geval een tennenshelleboogklacht. Ja. Dan zou je verwachten dat uh, de eventuele schade die er misschien is geweest, mm -hmm. uh, die, die is wel hersteld. Dat is, daar mag je vanuit gaan, want normaal gesproken moet dat maximaal 42 dagen duren. Ja. En, um, maar dan zou het wel zo kunnen zijn dat wat daar lokaal aan de hand is, zeker als misschien een injectie of een ontstekingsremmer eigenlijk niks doet... dat is natuurlijk een andere weg, um, dat, er, dat er misschien meer. Uh, aan de hand is wat niet eens meer echt een actief ontstekingsproces uh, is. Nou, ik zit te denken aan het verhaal van, uh, van HIF. Hypoxie uh, Induced Factor. Ja, dat het ook een soort van... <clears throat> uh, en ik moet je eerlijk zeggen dat ik het exacte mechanisme uh, niet goed kan vertellen nu, denk ik. Misschien jij wel, anders moeten we daar even op zoeken. Maar uh, dat het ook een soort van infiltratie is van, van vetweefsel in... De aanhechtingen van die, van die spier daar zo. En nou ja, deze. Dat, dat, is, dat is de eerste stap, zeg maar. Uh, niet de eerste, maar een van de eerste stappen bij, bij een wond. En je mm -hmm. moet je voorstellen dat, uh, dat een ontstekingsreactie, ja, dat is een interne wond, want er zijn cellen kapot. Net zoals dat je aan de buitenkant je huid kapot hebt. En uh, de wond wordt afgedekt door uh, vetcellen inderdaad. Mm -hmm. uh, maar dan moeten die vetcellen wel geladen zijn mm -hmm. met de juiste Zeker. vetzuren. En dan zitten we weer terug in het EPA en DHA-verhaal. En uh, nou ja, er zijn verschillende stadia in zo'n ontstekingsproces. En uh, dan moet ik echt graven. Maar volgens mij komen er in eerste instantie uh, poeh, neutrofielen. En uh, vervolgens krijg je. Uh, uh, hoe heet die uh, pac mans Of ja. macrofagen. Ja, ja. Uh, mensen, mens, ja, die happen die, dus die, die weg, happen precies. Ja, die, die ruimen dus uh, zeg maar rommel op. Um, en dan heb je uh, en de vervolgstap is dat de wond wordt afgedekt met, uh, met vetzuren inderdaad. En, uh, maar ja, goed. Als als dat proces uh, tot daaraan toe goed is verlopen en er dus uh, eigenlijk vetcellen zitten op de plaats waar je peescellen wil hebben. Ja. Dan heb je natuurlijk een verzwakte uh, pace, die dus minder belastbaar is, waarbij een gewone belasting een overbelasting kan zijn. Ja. Dat is waar je heen wilde. Ja, dat is waar ik heen wilde, exact. Ja. Dus dan hebben we best wel al wat, uh, wat factoren benoemd, die toch een rol kunnen spelen bij zo'n uh, zo tenniselleboog. Ja. En ik moet ook denken aan dat het nog vaak voorkomt ook, dat mensen die dat hebben, uh, dat ook in één keer, nou ja, Misschien geen toeval, dus. Uh, aan twee zijden hebben. En, en misschien zelfs soms uh, dezelfde soort klachten hebben aan de binnenzijde van de elleboog. Wat dan eigenlijk uh, natuurlijk klassiek de golvers uh, elleboog wordt genoemd. Ja. Heb je nou, daar een verklaring voor? Dat het binnen en buiten optreedt. Ja, Of aan twee kanten. Nou ja, dan denk ik aan een darm bijvoorbeeld. En ik, nou, denk, ik denk ook aan die mechanismes die we net besproken, maar je hebt iets anders in je hoofd. Nou ja, ik denk dan. Kijk, kijk ieder signaal uit de periferie, dus alle signalen uit het weefsel uh, rondom die elleboog, dat wordt uh, teruggestuurd naar je hersenen. En dat heeft een tussenstap in je, in je ruggenmerg. En in dat ruggenmerg hebben we een specifieke receptor. En dat is de NMDA receptor. En als die voldoende geprikkeld wordt, dan gaat die groter groeien. En die kan zo groot groeien dat die zelfs over de middellijn van onze rug meer heen groeit ja. en dus aan de andere kant dezelfde klachten kan veroorzaken. Ja. Nou, zo leer ik ook nog iets in de podcast. Ja, het is fijn om te horen. Ja. Dat ja. nou, zie je heel de... vaak ook bij schouderklachten bijvoorbeeld. Uh -huh. Dat, uh, dat uh, mensen met een uh, rechter schouderklacht binnenkomen terwijl ze een jaar daarvoor uh, aan de linkerkant begonnen zijn met het probleem. Ja, precies. Nou ja, en deze NMDR-receptor, is, de, dus is het dezelfde soort receptor als die in ons brein kan zorgen voor het slecht inslapen? Uh, ja, het is niet dezelfde receptor in de zin van uh, dat hij... Locatie? Uh, precies, dus de locatie bepaalt mede de functie hier. Um, maar uh, hij functioneert wel ook onder invloed van taurine en glycine ja. en magnesium en uh, vitamine B6, uh, zo even in mijn blote hoofd. Um, dus dat zijn dingen die, die, die ook een rol zouden kunnen spelen in het instand houden van een probleem. Een tekort aan magnesium, een tekort aan uh, taurine of glycine. Ja. En glycine is dan uh, weer een aminozuur uh, waarvoor je je eiwitten moet kunnen afbreken. Ja. En die eiwitten moeten kunnen worden afgebroken. Uh, dat begint in je maag met voldoende productie van maagzuur. We zijn we weer terug bij af? En we zijn weer terug bij af. En zo zie je dat ja, het, is, het lijkt een simpele klacht te zijn in tennisarm, maar uiteindelijk is het zo dat het helemaal niet zo simpel is. En, en de vraag is dus, ja, wat moet je veranderen in, in je leven uh, om ervoor te zorgen dat A, um, de genezing plaats kan vinden, ja. en, en B, uh, te voorkomen dat het in de toekomst terugkomt of, of op een willekeurig welke andere pace, spier, bot, overgang, een probleem zou kunnen opleveren? Ja, ja, en samenvattend zou je misschien kunnen zeggen dat uh, wanneer een tennis ook voor de eerste keer optreedt en hij is aan één zijde en er is een duidelijk uh, gebeurtenis oh, aan nou, vooraf gegaan, ja. Nou ja, dan, dan zal het wel misschien niet zo liggen in al die laatste zaken die we hebben besproken. Maar Precies. Duurt het te lang, keert het terug? Soms moeten we ook uh, niet alleen maar in grote patronen denken en ook lokaal gewoon echt. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik een patiënt heb uh, gehad uh, of iemand in mijn praktijk. Met uh, tennisarmklachten en. Ja, die had een betonnen band uh, in de tuin. Uh, met een kangoer uh, eruit moeten bikken. En er was echt wel sprake van overbelasting, uh, zeg maar. Ja. En dat was ook met zes weken hersteld. Ja. Maar het probleem is natuurlijk altijd de, de chronische. de chroniciteit van, uh, van een aandoening. Um, en um, als, als iets niet binnen zes weken is opgelost. dan mag je spreken van een chronisch probleem. En dan speelt er altijd meer als alleen het lokale weefsel. Ja. Je kunt wel een trauma hebben gehad, maar herstelt het niet, dan moet je daar ook altijd uh, zoeken en kijken. Nou ja, en als het niet herstelt. En, en je moet dus gaan kijken naar andere dingen in je leven die mede een rol zouden kunnen spelen in het ontstaan van zo'n klacht. Ja, dan moet je dingen gaan veranderen. Want als je de dingen deed die je deed, dan krijg je wat je had. En dat is nog niet eens de code van vandaag. Nee, in de verandering ligt de oplossing. En de kleinste verandering maakt het grootste verschil. Ja. Heb jij nog iets. Uh, Toe te voegen aan uh, de pollenboog? Nee, ja, niet direct. Ik denk uh, dat dat. Uh, nou ja, wat moet je hier nou uit leren? Is, is dat uh, er altijd meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. En uh, dat een tenniselleboog prima een op zichzelf staand probleem kan zijn. Uh, als er een duidelijk aanwijzbare reden is waarom dat, uh, de klacht is opgetreden. En als een ontstekingsreactie binnen de daarvoor staande tijd oplost, dan is er ook nog geen man overboord. Maar als je langer dan zes weken met een ontstekingsreactie loopt, dan moet je nog, toch echt ook naar andere dingen gaan kijken die mogelijkerwijs een rol kunnen spelen. Ja. En dan, uh, ja, dan, uh, dan is het aan ons als behandelaars om, uh, om uit te zoeken: van uh, oké, okay, waar begint het dan? Ja, precies. En, en een van de technieken die we daarvoor gebruiken is, is onder andere het kinesiologisch testen. Ja. En uh, op 5 juni gaan wij met z'n tweeën uh, voor de eerste keer in Nederland het ABC van het kinesiologisch testen uh, geven. Ja. En uh, voor de mensen die dat willen, hebben we daarover uh, altijd nog uh, eerst een webinar. Het is wel uh, alleen voor therapeuten. Maar ik heb begrepen dat er ook nogal wat therapeuten zijn die, uh, die meeluisteren. Ja, yes. klopt. En um, ik weet even de website of de, de data niet uit mijn hoofd van een webinar. Um, we leven vandaag op de, even kijken. 7e, 6 april. Nou, volgens mij is het volgende week dinsdag, toch? De 13e. Yeah. Dat zou zomaar kunnen. Ik weet het bijna zeker. En dan kunnen ze inschrijven voor dat webinar op uh, metabolgezond.nl. En dan hebben we een uh, kopje Academy. Academy, inderdaad. En daar kun je inschrijven voor, uh, voor de podcast. Uh, nee, niet voor de podcast, voor de webinar. Ja. ja, dus voor de therapeuten die een uh, nog mooiere tool in hun gereedschapskist willen om ook een stuk diagnostiek uh, te doen, zeker als het gaat om uh, factoren waar je misschien niet aan had gedacht, in relatie tot uh, het niet herstellen van klachten, ja. dan, uh, dan is dat een aanrader. Oké. Okay. De klok tikt tegen het half uur. Ik zeg uh, tijd voor, uh, voor de quote. Nou ja, voor zowel uh, degene met de klacht uh, die niet oplost... als voor de therapeut die uh, geïnteresseerd zou kunnen zijn... in, uh, in een extra tool uh, voor, uh, voor diagnostiek. Uh, elke reis begint met de eerste stap. Daar heb ik uh, zoals heel vaak uh, niet zoveel aan toe te voegen. Dat is mooi. Um, dan gaan we hem afsluiten. En... Uh, ja, Mochten de luisteraars nog uh, zaken hebben waar ze graag iets over willen horen, of een bepaalde klacht, dan kun je dat ons altijd laten weten via de socials, denk ik. Ja, of via mail. Ja, want het is wel een leuke insteek omdat ook onze hele achtergrond uh, op die manier voorbij komt, steeds bij een bepaald uh, probleem. Dus uh, absoluut. Mocht er wat zijn, dan, uh, dan horen wij dat graag. En uh, we horen elkaar weer over, uh, over twee weken. Tot over twee weken. Tot dan. Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties. Zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, nog de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.